Ze komen uit een druk moment en je gaat dan met luisteroren aan de slag. Dan komen ze echt allemaal weer even in hun focus. Want ze gaan echt een minuut lang zijn ze stil en heel kritisch aan het luisteren. En dat maakt dat ze echt wel ja, ook weer een beetje tot zichzelf komen. Yes! Let's go! Zodat je stil bent. Zodat je rustig bent. Goed luistert en dan mag je je ogen sluiten. Wat hier op school soms een probleem is, is echt woordenschat en spreekvaardigheid. Ja, dat komt wel heel erg op gang door dan elke dag even zo'n fragmentje te beluisteren en de kinderen daar echt over aan het woord te laten. Ik dacht gewoon aan een orkest. Aan een haai. En wat was het met een haai? Ik dacht aan een kerstlied. Nou, je merkt dat als je bezig bent met luisteroren, dat, dat je heel makkelijk kunt doorvragen bij kinderen. Dus ze komen met een antwoord en je vraagt erop door. En je vraagt er nog een keer op door. En als je dat jezelf als leerkracht ook eigen weet te maken, dan kun je dat ook in al je andere lessen toepassen. Want ook bijvoorbeeld bij rekenen. Goh, hoe kom je nou op het antwoord? Ja, ik heb dit gedaan. En hoe heb je dat dan aangepakt? Dus nou, je moet hier als eerste een tekening maken van waar je aan dacht. Vervolgens moet je woorden opschrijven waar je aan dacht. Daarna moet je de sfeer van het geluid erop schrijven. Het allerkrachtigste vind ik echt de fantasie. En het feit dat iets niet per se goed hoeft te zijn, maar dat ze echt... luisteren, daar een idee bij hebben. En dat idee wat ze daarbij hebben, dat hebben ze gewoon. Ik vind luisteren heel erg leuk, omdat je krijgt allemaal vrolijke geluidjes en soms ook terug. En dat is wel heel erg leuk. Ik hoorde zo'n kind en die riep eerst naar zijn moeder en die had zo'n kettingreactie gemaakt, denk ik. Een bel en ik dacht een houten plank waarop werd gespeeld. Ik dacht aan dat er zo'n jongen naar een winkeltje ging. En dat hij een beetje ging vervelen. Dus ongeacht of dat is wat het fragment was, ja of nee, ja, dat doet er eigenlijk helemaal niet toe. Vaak is het gesprek wat op gang komt en de onderlinge verschillen, ja, die maken dat, dat die lessen echt heel interessant worden. En de kinderen ook echt naar elkaar gaan luisteren. Van, oh ja, grappig dat je dat zegt. Nu je het zegt, dat zou het inderdaad ook wel kunnen zijn. Dat het dus inderdaad kinderen waren op een basisschool die je hoorde. Ja, de luisterhouding, die verbetert daar wel door. En dat maakt het wel een grote meerwaarde.